Goedenavond, welkom bij het voorgerecht van het najaarsmenu. We gaan eigenlijk een klassieke steak tartare maken. En een klein beetje onze eigen twist eraan geven. Dus ik zal even door de ingrediënten heen gaan. Het is het gerecht met de paarse sticker. Daarin zit een zakje met vlees. Dit zakje is voor 2 personen. In het geval dat u met een oneven aantal eet of iemand heeft een dieetwens, dan is het zakje wat kleiner. Daarbij hebben we nog een olie gemaakt van koffie. Een soort tzatziki, die hebben we een klein beetje aan elkaar getrokken. De komkommer hebben we apart in de vorm van een rolletje. Dan wat kruiden, cornichons en augurk. Wat wilde rijst, die we mooi gepoft hebben. Wat mosterdsla. En een bakje met tabasco mayonaise. Waarin eigenlijk alle ingrediënten zitten waarmee we een klassieke steak tartare zouden aanmaken. Dus het is eigenlijk heel simpel, we kunnen meteen beginnen. We knippen het zakje met vlees open. Dan de soort mayonaise. Hier zit tabasco, Worcestershire saus, mosterd, klein beetje olijfolie voor wat extra smeuïgheid bij. En peper en zout. Mocht u zelf meer zout toe willen voegen, omdat u wat graag wat hoger op smaak eet, dan mag dat natuurlijk. De cornichons en kappertjes. Bakje met bieslook, shallot en peterselie. En dan gaan we dit mooi mengen. Doe dit rustig, maak er geen filet américain van. Dus houd het een klein beetje luchtig. Ik proef een klein beetje om te kijken of ik hem lekker vind zo. Ja, zo is hij helemaal goed. We verdelen het ongeveer in 2. En dan gewoon mooi rustiek midden op het bord. Ik gebruik geen stekering. Ik vind het juist wel leuk om het een beetje grover te houden. Vervolgens gaan we het aankleden met de komkommer. Daar hebben we mooie rolletjes van gemaakt. Ziet er leuk uit, maar het heeft ook net een wat andere bite dan gewoon een plakje met komkommer. Als die een klein beetje is uitgerold, maakt het ook niet uit. Dan het zakje met het tzatziki, daar halen we een klein puntje vanaf. Gooi dit puntje meteen weg, zodat het niet in je eten belandt. En dan spuiten we 5 mooie dotjes. Beetje erop, beetje ernaast. Dan hebben we de gepofte rijst. Die hebben we op smaak gemaakt met een klein beetje zeewier. Dan de mosterdsla. Zo is het wel voldoende. En als laatste hebben we een olie gemaakt. Die hebben we rustig laten trekken met mooie espresso bonen. En dat geeft net een klein beetje bitterheid. En de olie voor wat mooie filmendheid eromheen. Dat is hem. Steak tartare, tzatziki, komkommer en een olie van koffie. Geniet ervan.